We praten vandaag met Elise Heijman van AKD over de wet Arbeidsmarkt in Balans. Welke veranderingen zal deze wet brengen? En houdt deze wet voldoende rekening met de flexibiliteit op de arbeidsmarkt? En hoe kunnen werkgevers zich eigenlijk het beste voorbereiden op de nieuwe wet? Luister voor de antwoorden op deze vragen en meer na Elise in deze aflevering van de About Law Podcast. Maar eerst nog even dit. ABOUT LOW podcast staat op de longlist voor de Online Radio Awards. Om de shortlist te halen hebben we je steun nodig. Ga dus naar OnlineradioAwards.nl en stem op ons. Dat kan tot en met 15 september 2019. Dank je wel alvast! Elise, welkom op de podcast. Uh, we gaan het vandaag hebben over de wet arbeidsmarkt in balans. En Dat is een onderwerp waar we al um, een paar vragen van luisteraars hebben gekregen om daar eens wat aandacht aan te besteden. Maar om te beginnen, misschien is het leuk als je jezelf introduceert, zodat mensen weten naar wie ze luisteren vandaag. Goed, dankjewel. Mijn naam is Elise Heijman. Ik ben advocaat arbeidsrecht sinds 2010. Um, ik werk uh, op dit moment bij AKD in Eindhoven. Uh, en mijn praktijk uh, die bestaat uh, met name uit vragen van werkgevers, een incidentele werknemer. Uh, en nou ja, eigenlijk komen alle onderwerpen die ook maar enigszins met arbeidsrecht te maken hebben uh, aan bod. En de laatste tijd heb ook ik natuurlijk veel vragen gehad over de naderende WAP. Uh, en heb ik daar ook de, de nodige seminars al over gegeven. Um, en in dat kader nou ja, praten wij vandaag nu ook over de WAP in deze podcast. Ja, hey, de, de, die WAP hè, dat is een uitwerking van het regeerakkoord. Misschien is het aardig om eens te starten. Wat stond er in het regeerakkoord over de arbeidsmarkt? Wat was het doel daarvan van de regeringspartijen? Het regeerakkoord bevat eigenlijk een heel aantal plannen uh, die de, de arbeidsmarkt geheel of gedeeltelijk zullen, zullen gaan raken. Um, en uh, een gedeelte van die plannen is inderdaad uitgewerkt in de, in de wet arbeidsmarkt en balans, de WAB, ga ik hem vanaf nu ervan noemen. Um, en uh, die WAB zelf die is uh, gebaseerd op een aantal specifieke doelstellingen. Um, een van die doelstellingen die zagen we ook al bij de wet werk en zekerheid in 2015, um, en dat is het creëren van een betere balans tussen zekerheid aan de ene kant en uh, aan de andere kant kansen in de, in de arbeidsverhouding. Met andere woorden, het moet, dus, het moet aantrekkelijker worden voor werkgevers om een vast contract aan te bieden aan, aan werknemers. Verder is het de bedoeling om de negatieve side effects die flexibele arbeid met zich meebrengt, om die te beperken op een aantal manieren. En last but not least, ik zei het net al even, in 2015 is de wet werk- en zekerheid in werking getreden. Nu is in de praktijk helaas gebleken dat die toch niet helemaal werkt zoals de bedoeling was. En met de WAP hoopt men ook een aantal weeffouten uit die BWZ te herstellen. Ja, misschien is het goed om eens een kort overzicht te geven van wat voor onderwerpen er dan in de WAP behandeld worden. Nou, allereerst het ontslagrecht. Daarnaast worden er wijzigingen doorgevoerd op het gebied van payrolling. De oproepkrachten, daar gaat het een en ander voor veranderen. De ketenregeling wijzigt, de WW-premie uh, wordt herzien. En er verandert het een en ander op het gebied van de transitievergoeding. Elise, wanneer treedt die dan in werking, de WAP? Is dat al bekend? Ja, al uh, relatief snel, namelijk met uh, ingang van 1 januari 2020. Dus, uh, een van de dingen die gaat veranderen, geloof ik, is dat het wat makkelijker wordt om werknemers te ontslaan. Is, is dat, klopt dat? Ja, dat, uh, dat klopt. Dat is inderdaad de insteek van de WAP. Om um toe te lichten wat er nu precies gaat veranderen, is het denk ik goed om even een stukje terug te gaan in de geschiedenis van het ontslagrecht. Niet te ver, wees niet bang. Um, voor 2015 was het zo dat je als werkgever zijnde, als je een werknemer wilde ontslaan, tot de kantonrechter kon wenden met een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst dat gebaseerd was op veranderingen in de omstandigheden. En op basis waarvan die arbeidsovereenkomst diende te eindigen volgens de werkgever. Nou, in dat systeem had de werkgever relatief veel vrijheid om die veranderingen in de omstandigheden in te vullen. Als de werkgever bijvoorbeeld te maken had met een werknemer die een beetje minder begon te functioneren en waarmee, nadat hij daar bijvoorbeeld op was aangesproken, een arbeidsconflict was ontstaan. Uh, dan was dit bij uitstek een uh, situatie geweest waarin een ontbindingsverzoek zou kunnen worden ingediend. En in dat uh, ontbindingsverzoek zou dan uh, in de praktijk gewerkt kunnen worden met een primaire en een subsidiaire ontbindingsgrond. Nou, in uh, in zo'n situatie zou de kantonrechter ook vrijwel zeker tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst zijn overgegaan. Um, niet in de laatste plaats omdat de kantonrechter toen nog de mogelijkheid had om eventuele manco's in het dossier van werkgever te verdisconteren in de ontslagvergoeding. Die ontslagvergoeding werd toen namelijk nog berekend op basis van de kantonrechtersformule. Dat is denk ik nog wel een bekende term. Nou, dit is allemaal veranderd met de inwerkingtreding van de WWZ in 2015. Sinds de WWZ is ontbinding door de kantonrechter alleen nog mogelijk. Indien er sprake is van een redelijke, uitputtend onderbouwde grond voor ontslag. en als herplaatsing binnen een redelijke termijn niet tot de mogelijkheden behoort. Nou, die redelijke gronden voor ontslag zijn vervolgens uitputtend opgezomd in het uh, desbetreffende wetsartikel. Dit nieuwe systeem brengt met zich mee dat op het moment dat je meerdere ontslaggronden. aan één ontbindingsverzoek ten grondslag wil leggen, dat je dan als werkgever verplicht bent om elke ontslaggrond apart te onderbouwen aan de hand van de feiten en omstandigheden en met stukken uiteraard. Um, onder dit WWZ-regime is het dus niet langer toegestaan om uh, twee ontslaggronden, bijvoorbeeld uh, de eerder genoemde, het eerder genoemde dysfunctioneren en de verstorende arbeidsverhouding, uh, te destilleren uit één feitencomplex. Nou, in de praktijk heeft de inwerkingstreding van de WWZ dan ook geleid tot meer afwijzingen van ontbindingsverzoeken door de kantonrechter. Um, en dat wordt denk ik met name ook uh, bewerkstelligd door het feit dat de kantonrechter nu niet meer die, mogelijk heeft, uh, die mogelijkheid heeft om eventuele onvolkomenheden in het dossier uh, te vangen door, uh, door een hogere vergoeding. Uh, want de kantonrechter. Ja, die moet nu de transitievergoeding um, toekennen, maar daar komen we denk ik later op. Um, met de WAP uh, wordt geprobeerd om uh, weeffouten die de WWZ bevat, om die weg te nemen. Uh, en qua ontslaggronden gaan we dan ook een beetje terug naar het pre-WWZ tijdperk. Het wordt weer mogelijk om ontslaggronden te gaan stapelen... Uh, dat wil zeggen, uh, wat ik net aangaf, om uit hetzelfde feitencomplex twee verschillende ontslagronden uh, te halen. Dysfunctioneren en verstoorde arbeidsverhouding zou dus weer gewoon uh, gecombineerd kunnen worden. Um, en ondanks het feit dat je dan twee onvoldragen ontslagronden uh, zou hebben naar, het, uh, naar de huidige stand van zaken in de WWZ, kan de kantonrechter voortaan onder de WAP weer tot ontbinding overgaan. Um, en de kantonrechter krijgt ook weer de mogelijkheid om een uh, pleister op de wonden in de vorm van een uh, geldelijke vergoeding toe te kennen. Um, en die extra vergoeding die mag dan 50% van de transitievergoeding bedragen. Nou, als de kantonrechters inderdaad weer meegaan in, uh, in deze ontwikkeling, dan zou het inderdaad makkelijker moeten worden om een uh, werknemer te ontslaan. Het neemt overigens niet weg dat je ook op het moment. Dat je een ontslaggrond aanvoert als werkgever, zijnde dat je uiteraard nog steeds je best moet doen om die zo goed mogelijk te onderbouwen. Een ander punt waarop het ontslagrecht volgens mij gaat veranderen, je zei het al even, is de transitievergoeding. Wat gaat daar veranderen? Nou, de, de transitievergoeding is, zoals ik al zei, ook een begrip dat door de WWZ geïntroduceerd is. Um, waar het uh, voorheen common practice was dat de uh, ontslagvergoeding werd berekend aan de hand van die uh, kantonrechtersformule, is nu de transitievergoeding de norm. Uh, kort samengevat komt het erop neer dat, uh, dat je als werkgever verplicht bent om een uh, transitievergoeding aan een werknemer te betalen als die werknemer 24 maanden of langer in dienst is geweest en jij als werkgever zijnde de arbeidsovereenkomst eenzijdig hebt uh, beëindigd. Nou, op dit moment bedraagt de transitievergoeding een derde maandsalaris per dienstjaar. Uh, vanaf het 11e dienstjaar wordt dit vervolgens een half maandsalaris per dienstjaar. En bij een werknemer die 50 plus is, ben je als werkgever een maandsalaris verschuldigd per dienstjaar. Door de inwerkingtreding van de WAP komt de 24 maanden eis te vervallen. Uh, door krijgt de werknemer vanaf dag 1 recht op een transitievergoeding. Ook vervalt het onderscheid naar dienstjaren en leeftijd. Iedereen krijgt vanaf dat moment recht op een derde maand salaris per dienstjaar. Ik ben niet echt een arbeidsrechtjurist, Dus ik heb er wat moeten inlezen in de WAP. Um, en, en dan kom ik nog wel wat jargon tegen. Een van de dingen die ik bijvoorbeeld tegenkwam is het woord ketenregelingen. Dat daar ook iets aan zou veranderen. Zou je dat kunnen vertellen aan me? Wat, wat houdt dat in die ketenregeling en wat verandert er daar? In het Nederlandse arbeidsrecht is het zo dat het de werkgever niet is toegestaan om onbeperkt arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd met één en dezelfde werknemer aan te gaan um, en de zogeheten ketenregeling die regelt het moment waarop werkgever verplicht is om werknemer een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aan te bieden of het moment waarop een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van rechtswegen overgaat in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Um, op dit moment is de ketenregeling 3 keer 2 keer 6. Uh, dat wil zeggen, op het moment dat er sprake is van een keten arbeidsovereenkomsten die elkaar met tussenpozen van ten hoogste zes maanden hebben opgevolgd en uh, ofwel de totale duur van 24 maanden wordt overschreden, of partijen meer dan drie arbeidsovereenkomsten met elkaar zijn aangegaan, dan um, ontstaat er van rechtswegen een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Dus ofwel op het moment dat de 24 maanden termijn wordt overschreden. Of op het moment dat er wordt overschreden, dan wordt het laatste arbeidsovereenkomst geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd. Ofwel op het moment dat de vierde arbeidsovereenkomst wordt aangegaan. Ook al kom je die overeen voor bepaalde tijd, die wordt dan toch van rechtswegen voor onbepaalde tijd. Uh, door de invoering van de WAP wordt het 3 keer 3 keer 6. In de praktijk betekent het dus dat je als uh, werkgever meer ruimte krijgt om op basis van een contract voor een bepaalde tijd met een uh, werknemer samen te werken. Want de termijn wordt dus uh, van 24 maanden opgerekt naar 36 maanden. Elise, er gaat ook nog iets veranderen voor mensen met een oproepovereenkomst, volgens mij. Uh, een van de dingen is dat die mensen op een gegeven moment in aanmerking komen voor een arbeidsovereenkomst. Uh, hoe, hoe werkt die regeling? Ja, dat, dat klopt. Um, ook hier uh, geef ik graag weer eerst een beetje context op het, uh, op het gebied van de oproepovereenkomst. Um, het, uh, het huidige systeem uh, kent een aantal verschijningsvarianten van die, uh, van die oproepovereenkomst. Uh, dat is de voorovereenkomst en de arbeidsovereenkomst met uitgestelde prestatieplicht, de MUP-overeenkomst, beetje een gekke naam. Nou, de voorovereenkomst is uh, niets meer en niets minder dan een soort uh, intentieverklaring dat partijen met elkaar willen gaan werken. Um, en uh, nou ja, daarmee is het nog geen daadwerkelijke arbeidsovereenkomst. Die uh, arbeidsovereenkomst met uitgestelde prestatieplicht daarentegen. Uh, daar gaan werkgever en werknemer wel daadwerkelijk een uh, doorlopende arbeidsovereenkomst met elkaar aan. Dat kan voor bepaalde of voor onbepaalde tijd zijn. Um, en Daarin spreken zij af dat werknemer wordt opgeroepen als er geschikt werk voorhanden is. En uh, werknemer is dan ook verplicht om gehoor te geven op het moment dat hij wordt opgeroepen. Nou, in die uh, arbeidsovereenkomst met uitgestelde prestatieplicht kan ook nog worden gedifferentieerd tussen het nul-urencontract en het min-max-contract. Nou, bij een urencontract is het zo dat de werknemer alleen werkt als hij daadwerkelijk wordt opgeroepen. Um, als dat niet wordt opgeroepen, dan uh, komt dat uh, in principe voor rekening en risico van de werkgever. Dat zou dus betekenen dat uh, werknemer wel aanspraak zou kunnen maken op enig salaris. Echter, de wet geeft ook de mogelijkheid om hier in de eerste zes maanden vanaf te wijken. Uh, nou, uh, het zal niet verbazen dat uh, de meeste werkgevers dit ook doen. En dat betekent dat in de eerste zes maanden geen oproep eigenlijk uh, het equivalent is van geen loon. Nou, bij de min-max-overeenkomst uh, kun je bijvoorbeeld afspreken dat het minimum aantal uren 10 is per week, het maximum aantal uren 24. Um, werknemer wordt dus gegarandeerd 10 uh, uur per week gevraagd om te komen werken en maximaal 24. Um, die 10 uur worden de garantieuren genoemd en die worden altijd uitbetaald. Nou, wat de WAP nu gaat doen is een uh, uh, definitie van de oproepovereenkomst opnemen in de wet. Uh, daarmee wordt een heleboel vaagheid rondom dat begrip weggehaald, althans dat is de insteek. Um, en op het moment dat je dan um, aan die oproepovereenkomstdefinitie voldoet, dan moeten er een aantal, uh, een aantal regels worden nageleefd. Een van die uh, regels is inderdaad dat um, op het moment dat de arbeidsovereenkomst van een werknemer zowel onzekerheid laat over de arbeidsomvang, als over de tijdstippen waarop de arbeid moet worden verricht... dan is werkgever verplicht om na een jaar... een arbeidsovereenkomst aan te bieden... voor het gemiddeld aantal gewerkte uren. Op het moment dat je dat niet doet als werkgever zijnde... dan houdt de werknemer toch gewoon het recht op het loon... over het gemiddeld aantal gewerkte uren in de voorafgaande periode. Ja, en een ander punt is volgens mij ook... dat er iets gaat gebeuren op het gebied van het termijn... Hè, voor het oproepen van personeel en het annuleren van die oproep. Ja, dat klopt. De werknemer die moet voortaan tenminste vier dagen voorafgaand aan de te verrichten arbeid worden opgeroepen. En dit kan schriftelijk of elektronisch. Het heeft te maken met de versterking van de positie van de werknemer wanneer hij wil gaan aantonen. Bijvoorbeeld in rechten dat hij ook daadwerkelijk is opgeroepen. Dus daarom niet mondeling maar schriftelijk of elektronisch. Die termijn van vier dagen die kan bij CAO worden verkort tot 24 uur. Nou, als je als werkgever zijnde nou niet die toepasselijke oproeptermijn in acht neemt, dan vervalt de verplichting van de werknemer om gehoor te geven aan die oproep. Nou, als er een tijdige oproep wordt gedaan uh, en die oproep wordt vervolgens weer ingetrokken voordat de arbeid moet worden verricht, dan behoudt de werknemer alsnog gewoon het recht op uh, loon over die oproep. Een ander onderwerp wat ik wel gezien heb in wat de oudere blogpost over deze wet is de proeftijd. Gaat daar nog iets veranderen? Aanvankelijk was het idee dat die zou gaan veranderen. Um, dat is nu niet meer het geval. Dus de proeftijd die gaat niet op de schop. Um, het initiële WAB-wetsvoorstel bevat het voorstel... om de mogelijkheden om een proeftijd overeen te komen te verruimen. Uh, volgens dat voorstel zou het bij een arbeidsovereenkomst... voor onbepaalde tijd zelfs mogelijk zijn geworden... om een proeftijd van vijf maanden met elkaar overeen te komen. Nou, dat idee heeft het... In mijn optiek gelukkig niet gehaald. Um, de wettelijke bepaling die ziet op de proeftijd, die blijft dan ook ongewijzigd. Um, en uh, nou, het is dus alleen mogelijk om de proeftijd op te nemen bij een arbeidsovereenkomst die wordt aangegaan voor een duur van zes maanden of langer. Um, wanneer de overeenkomst een duur heeft die korter is dan twee jaar, mag de proeftijd maximaal één maand bedragen. En wanneer uh, de overeenkomst wordt aangegaan voor twee jaar of langer, dan mag de proeftijd twee maanden bedragen. En dat blijft dus gewoon zo. Ja, dus de proeftijd van vijf maanden die werd voorgesteld die is helemaal van de baan. Ja, gelukkig wel. Ook op het gebied van payrolling gaat wat veranderen. Misschien zijn al niet alle luisteraars bekend met dat begrip. Elise, zou je kunnen vertellen wat payrolling is? Ja, zeker. Um, payrolling is uh, feitelijk een verschijningsvorm van uitzending... Bij uitzending is er sprake van een driehoeksverhouding tussen de opdrachtgever, het uitzendbureau en de uitzendkracht. De opdrachtgever geeft het uitzendbureau de opdracht om een arbeidskracht te zoeken voor een bepaalde klus. En het uitzendbureau gaat dan vervolgens op zoek naar een geschikte kandidaat. Als die gevonden is, dan gaat het uitzendbureau een uitzendovereenkomst aan met die betreffende kandidaat. En de uitzendkracht wordt dan vervolgens door het uitzendbureau ter beschikking gesteld aan de opdrachtgever om daar werkzaamheden te gaan verrichten. Dus dat is de driehoeksverhouding. Het bij elkaar brengen van vraag en aanbod op het gebied van arbeid, wat het uitzendbureau dus feitelijk doet, wordt de allocatiefunctie genoemd. Nou, bij payrolling is dat niet anders. Dat is ook een driehoeksverhouding tussen de opdrachtgever, de payrollonderneming in dit geval, en de arbeidskracht. Ook hier gaat de payroll onderneming een arbeidsovereenkomst aan met de arbeidskracht, die vervolgens dan aan de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld om daar werkzaamheden te verrichten. Het verschil tussen uitzending en payrolling zit hem daarin dat de payroll onderneming geen allocatiefunctie heeft. Um, oftewel, de payroll onderneming gaat niet op zoek naar een geschikte kandidaat om te gaan werken bij de opdrachtgever. Um, de opdrachtgever die doet de werving en de selectie van de arbeidskrachten zelf. En draagt die vervolgens aan bij de payroll onderneming. En dan komen ze dus staan, nou ja, letterlijk op de payroll. Um, en uh, payrolling is eigenlijk bedoeld om werkgevers te ontzorgen. Uh, wat uh, nu echter in uh, de memorie van toelichting uh, bij uh, de WAP uh, terug te lezen is dat uh, uh, door payrolling ook op oneigenlijke wijze op arbeidsvoorwaarden kan worden geconcureerd. Um, er kunnen namelijk verschillen ontstaan tussen de arbeidsvoorwaarden van de arbeidskrachten die direct bij de werkgever in dienst zijn. Dus bij de opdrachtgever moet ik zeggen in dienst zijn, omdat die opdrachtgever bijvoorbeeld onder een bepaalde cao valt. En de arbeidskrachten die formeel bij de payroll onderneming in dienst zijn en ter beschikking worden gesteld aan de opdrachtgever. Nou ja, zij vallen dan onder de rijkwijde van de payroll onderneming, waar vaak dus geen cao van toepassing is. Wat gaat er veranderen dan voor de payroll medewerkers of de payroll werknemers en de payrollbedrijven? bedrijven? Um, nou, ook voor de payrollovereenkomst wordt er een definitie opgenomen in de wet. En op het moment dat aan die definitie wordt voldaan, dan is het lichtere arbeidsrechtregime, zoals dat van toepassing is op de uitzendovereenkomst, niet meer van toepassing. Dus het lichtere arbeidsrechtelijke regime uh, dat uh, wordt buiten toepassing verklaard voor payrolling. Nou, in de praktijk betekent dat dat het niet meer mogelijk zal zijn om een uh, uitzendbeding in de overeenkomst op te nemen uh, of om bij CAO af te wijken van de wettelijke ketenregeling. Daarnaast wordt het zo dat uh, payrollwerknemers recht krijgen op dezelfde arbeidsvoorwaarden als die gelden in gelijke of gelijkwaardige functies uh, die direct in dienst zijn bij de opdrachtgever zelf. En de payroll-werknemers krijgen recht op een adequate pensioenregeling. Zelfs als niet-arbeidsrechtje, krijg ik toch regelmatig nog vragen over het concurrentiebeding. Verandert daar nog iets in de WAP? Nee, in de, in de WAP uh, speelt het concurrentiebeding uh, niet echt een rol. Uh, het is wel zo dat ik, dat ik ook in mijn praktijk nog steeds veel vragen krijg over het, uh, over het concurrentiebeding. En dat komt eigenlijk met name omdat daar uh, met, uh, met ingang van de WWZ wijzigingen in zijn doorgevoerd. En dat zijn nou echt wijzigingen um, die in de praktijk ook daadwerkelijk uh, een uh, effect hebben. Um, het is namelijk niet meer mogelijk om een uh, concurrentiebeding op te nemen in een contract voor bepaalde tijd tenzij je in het beding zelf aangeeft welke zwaarwegende redenen jij als werkgever hebt om toch gewoon zo'n concurrentiebeding op te nemen. En de ervaring leert dat wanneer je als werkgever zijnde in een dispuut met een werknemer terechtkomt en de rechter moet een non-concurrentiebeding gaan beoordelen, dat er dan ook daadwerkelijk kritisch zal worden gekeken naar de bewoordingen van het beding. Um, en je, je bent er dus niet meer met, uh, uh, met een concurrentiebeding dat je uh, gewoon ergens uh, van het schap hebt getrokken. Het moet echt uh, geconcretiseerd worden aan de hand van de, de situatie en de functie van die betreffende werknemer. Hey, en het laatste punt, volgens mij wat we vandaag moeten bespreken, um, of het laatste onderwerp, is eigenlijk de WW. Daar zou ook nog iets veranderen. Ja, klopt. Um, het, uh, het is zo dat het arbeidsrecht natuurlijk nauw verbonden is met het uh, sociale zekerheidsrecht. Um, het is uh, daarom ook zo dat veranderingen in de voorwaarden waaronder arbeidsovereenkomsten kunnen worden aangegaan en kunnen worden ontbonden, ook uh, consequenties kunnen hebben voor de mate waarin een werknemer een beroep kan doen op de WW. Andersom is het zo, en dat is uh, spannender in het kader van uh, de WAP. Um, is het zo dat door de hoogte van de WW-premie die dus door werkgevers wordt betaald, het aangaan van uh, bepaalde contracten kan worden beïnvloed. Nou, samengevat, betalen de werkgevers dus zoals gezegd mee aan de WW-uitkeringen bij wegen van de WW-premie. Um, en met de invoering van de WAP zal er voortaan een lagere WW-premie worden geheven voor vaste contracten en een hogere premie voor tijdelijke contracten. Op die manier probeert de wetgever dus opnieuw te stimuleren dat werkgevers sneller naar het vaste contract toe gaan. Elise, denk je dat al die maatregelen daadwerkelijk aantrekkelijker gaan maken voor bedrijven om personeel in vaste dienst te nemen? Want dat was volgens mij een van de uitgangspunten van de WAP. Hè? Um, gaat de WAP dat gewenste effect ook hebben? Uh, nou, dat is helaas ook voor mij koffiedik kijken. Um, nog maar vier jaar geleden heeft de wetgever... iets soortgelijks geprobeerd te bereiken met de invoering van de WWZ. Nou, dat heeft helaas niet het uh, gewenste resultaat gehad. Of de WAP het, uh, het wel zal doen, dat is op voorhand moeilijk in te schatten. Ik denk wel dat het vanuit werkgeversperspectief een goede zaak is... dat het uh, grondenstelsel bij ontslag weer wat versoepeld wordt... En ik denk ook dat door de introductie van de cumulatiegrond, werkgevers waarschijnlijk weer sneller, maar ook zeker succesvoller naar de rechter zullen stappen om een dienstverband te beëindigen. Ik vermoed echter niet dat dit direct invloed zal hebben op de welwillendheid van werkgevers om een vast contract aan te gaan met werknemers. En de WAT neemt dan ook het vaste contract vooral als uitgangspunt. Hè? En komt dat de mobiliteit en flexibiliteit van die arbeidsmarkt daardoor niet in het gedrang? Nou ja, op zich wordt, uh, wordt de ketenregeling door de invoering van de WAP juist weer verruimd. Uh, hierdoor krijgen werkgevers eigenlijk de mogelijkheid weer terug om een uh, werknemer gedurende een totale periode van 36 maanden op basis van een contract voor bepaalde tijd te laten werken. Dus dat um, is eigenlijk uh, juist weer een, een stimulans voor het contract voor bepaalde tijd. Um, als we kijken naar de echte flexibele. Arbeidsvormen. Dan denk ik dat de invoering van de definitie van de oproepovereenkomst. Maar ook met name van de payroll overeenkomst, wel zeker consequenties zal hebben voor de mobiliteit en flexibiliteit die je noemt. Hey, en hoe moeten bedrijven zich voorbereiden op de WAP? Um, werkgevers die veel werken met oproepcontracten, die zullen de huidige stand van zaken en de werkwijze, denk ik, onder de loep moeten nemen. Um, denk aan met hoeveel oproepkrachten wordt er uh, in het bedrijf gewerkt, uh, hoe lang al, hoeveel uren per week worden ze opgeroepen, hoe wordt opgeroepen en hoe wordt beslist op welk moment iemand wordt opgeroepen. Um, en uh, payrollondernemingen uh, die zullen hun uh, organisatie moeten gaan inrichten op het feit dat het verlichte arbeidsrechtelijk regime, wat ik eerder aanhaalde, dus niet meer uh, op hen van toepassing zal gaan zijn. Um, voor gewone, tussen aanhalingstekens, werkgevers um, is het met name van belang om weer even opnieuw te inventariseren hoeveel werknemers uh, er op basis van een contract voor een bepaalde tijd werken. Hey, hey, om af te sluiten, vind jij dat er een goede balans is gevonden tussen de belangen van de werknemers voor een vast dienstverband en de belangen van de werkgevers? Ja, ik, uh, ik zou daar heel graag iets. Uh, uh, iets over zeggen, maar ik ben bang dat de praktijk dat toch echt zal moeten uitwijzen. Het treedt uh, snel in werking, hè, zei je de WAP. Uh, dus volgens mij ga je het hartstikke druk krijgen de komende periode. Um, voor in ieder geval uh, ontzettend bedankt dat je op de podcast was. Heel graag gedaan bedankt voor het luisteren. Denk jij dat de WAP het aantrekkelijker gaat maken voor werkgevers om personeel in vaste dienst te nemen? Of komt wat jou betreft de mobiliteit en flexibiliteit van de arbeidsmarkt door de WAP in het gedrang? Laat een bericht achter op onze website of op onze LinkedIn-pagina en laat weten wat jouw verwachtingen zijn. Heb jij nog een goed onderwerp? Of kan jij nog een goede spreker voor de podcast? Laat het dan vooral weten. Deze podcast wordt gemaakt door mij, Bob Rietjens, en de producer is Zali Tabiran. Sam Williams is onze sound engineer en de muziek is afkomstig van Peter van Eenbergen. Tot de volgende keer.